en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik make-up hacks testen. En het zijn niet zomaar make-up hacks, want het zijn jullie make-up hacks. Ik heb jullie op Instagram gevraagd of jullie leuke make-up tips hebben of gewoon leuke make-up hacks. En jullie hebben mij er een heleboel gestuurd. Daaruit heb ik een aantal gekozen en die ga ik vandaag testen. Sommige ken ik al, maar ik wil ze toch alsnog gewoon gaan doen voor het geval jullie ze niet kennen. Maar het meeste zijn hacks die ik nog nooit heb gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze iets gaan zijn en of ik ze ga meenemen in mijn standaard make-up routine. Ik vind het altijd heel erg leuk om dit soort dingen te doen, omdat ik dan altijd nieuwe make-up dingen ontdek en zo. En dat is altijd wel leuk. Ik heb zo'n soort video ook al gemaakt met TikTok make-up hacks. Die video staat ook al online op mijn kanaal. Maar vandaag is het dus letterlijk all about jullie. Ik ga jullie hacks proberen. Dus ja, laten we gewoon snel gaan beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb alle tips hier op mijn phone staan. Ik breng ze allemaal in beeld, maar wel anoniem. Ik zet je naam er niet bij, omdat ik gewoon nooit weet of iemand dat wil of niet. Dus ik neem gewoon het zeker voor het onzekere en haal gewoon iedereen's naam weg. Obvious heb ik helemaal geen make-up op. Ik heb alleen maar mijn wenkbrauwen gedaan, dagcreme en that's it. Vandaag ga ik beginnen met mijn gezichtsmake-up en de eerste hack is voor foundation. Het is liquid highlighter mixen met foundation. Deze hack ken ik al. Ik heb die ook wel eens gedaan en je krijgt inderdaad echt een heel mooi effect. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga vandaag mijn Catrice True Skin foundation gebruiken in de kleur 039 Warm Olive en deze Face & Body Glow van Be Creative Make-up. Hoe meer je van de liquid glow aanbrengt, hoe meer je foundation ook gaat glanzen. Dus breng niet al te veel aan, anders wordt het een beetje overdreven. En vooral met de foundation die ik nu gebruik, die is al glanzend, dus ik ga niet te veel gebruiken. Als je ze gewoon mixt, krijg je zo'n hele mooie glow over je gezicht. Maar ik ga 2 hacks in 1 testen, want ik ga ook nog iets anders doen. Een andere tip is je gezicht nat vochtig maken met water en vervolgens de foundation voor een shine. Dus we gaan er gewoon echt vandaag alles aan doen om mijn gezicht te laten shinen. Dit doe ik persoonlijk nooit. Ik prime gewoon altijd en dan breng ik gewoon foundation aan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit effect gaat zijn. Dus zij zegt om je gezicht nat te maken met water, maar dat heb ik hier even niet. Dus ik gebruik gewoon mijn MAC Fix Plus, dat is een soort van water. Dus zij zegt dat je eerst je gezicht een beetje nat vochtig moet maken, dat ga ik doen. Zo, ik heb best wel veel aangebracht om het echt nattig te maken. En dan ga ik deze twee mixen. Ik ga eventjes gewoon hierop mixen. Ik breng gewoon een klein beetje foundation aan. Of ja, een beetje veel. En dan ook een beetje van de glow. En dan gewoon zo alles met elkaar mixen. Ik denk dat ik iets meer glow ga aanbrengen. Ik heb nou echt best wel veel gedaan. Oh my god, ik ben bang dat ik misschien nou te veel heb gedaan. Maar whatever, weer eventjes alles mixen. Je moet het echt goed mixen, anders blijven er allemaal van die klontjes in. Oké, en dan ga ik het gewoon zo aanbrengen op mijn gezicht. En dan ga ik alles uitblenden. Een tip die ik heb voor jullie, als je wil dat je foundation echt glanzend wordt, blend het uit met een kwast en niet met een spons, want de spons maakt het altijd een beetje mat. Ik gebruik deze Kabuki kwast van Sigma, dit is de F80 kwast. En dan gewoon alles zo lekker insmeren. Ja mensen, ik zie echt nu al die glow, oh my god. Het heeft het ook iets meer vloeibaar gemaakt ofzo. Oh mijn god, mensen, mijn gezicht is echt super glanzend. Ik denk dat ik echt iets te veel highlighter heb aangebracht. Als je dit doet, gebruik echt iets minder, want ik heb weer lekker overdreven. En nou glimt mijn gezicht echt heel veel. Ook heeft het een beetje weggehaald van de dekking van de foundation, dat merk ik ook. Maar over het algemeen kan het allemaal nog wel. Het is gewoon wel mooi, alleen ik zou de volgende keer iets minder highlighter aanbrengen. Want ja, dit is toch iets te veel glow van mij. Maar op zich is het wel mooi dat mijn gezicht nou zo'n beetje mooi glanst. Ik ga er even met mijn spons zo een beetje overheen om het een beetje meer mat te maken, omdat de glans toch een beetje veel is. Eventjes voordat ik verder ga, ik zie pas nu dat het eigenlijk best wel opvalt, maar dit oog hier is een beetje opgezwollen zoals je kunt zien, want dit oog is een beetje geïrriteerd. Dat komt niet door de wimperlift ofzo, want dit heb ik vaker en dat komt door de oogmake-up remover die ik heb gebruikt, dus die moet ik weer even veranderen. Dus daarom is nou dit oog hier een klein beetje opgezwollen, dus voor het geval je het is opgevallen, dat is de reden. Dan ga ik verder met concealer. Dit is een hack die mij niet echt heel blij maakt. De hack is concealer met vinger uitblenden voor meer dekking. Ik haat het om make-up te moeten uitblenden of aan te brengen met mijn handen. Ik wil echt gewoon nooit mijn handen gebruiken. Ik gebruik altijd sponsjes en kwasten en zo. Maar goed, voor meer dekking. Ik ben benieuwd of dit echt nut gaat hebben en of het echt mooi wordt. De concealer die ik ga gebruiken is deze van Zoeva. Deze gebruik ik in de kleur 100 Destiny. Ik ga gewoon niet te veel aanbrengen, omdat ja, ik het nou met mijn vinger moet doen. Dus dan wil ik niet te veel aanbrengen. Ik breng gewoon zo'n beetje hier aan. Een beetje hier, zodat je zo'n gelift effect krijgt. En ik breng ook altijd een beetje concealer hier zo binnenin aan. Omdat het hier altijd bij mij een beetje donker is. Dus daar breng ik concealer aan. En dan ook een beetje bij mijn kin. Mijn kin is mijn grootste probleemgebied op mijn hele gezicht. Dus daar breng ik altijd standaard concealer aan. Want daar is het altijd helemaal rood en alles. En dan uitblenden met mijn vinger. Oh mijn god, ik vind het echt helemaal niks. Ik heb ook echt best wel lange nagels. Dus dat is ook wel een beetje vervelend.
Maar goed, laten we kijken. Op zich snap ik wel dat dit meer dekking kan hebben. Want ik gebruik normaal een spons. En een spons zuigt toch wel wat make-up op. Wat je vinger dus niet doet. Dus ja, maar op zich, het blendt niet zo mooi. Dat vind ik wel minder. Oké, ik moet zeggen dat dit qua dekking wel echt klopt. Mijn vinger pakt echt bijna geen product op. Maar aan de andere kant heb ik ook weer iets van... Ik vind het eigenlijk wel fijn dat de spons altijd een beetje product oppakt. Want dan is het niet zoveel meer op mijn gezicht. En dat gebeurt dus nu niet. Alles blijft nou echt zitten op mijn gezicht. Dus ik vind het nou een beetje veel of zo. Misschien had ik iets minder moeten aanbrengen als ik dit wist van tevoren. Ja, kijk. Dit nou op mijn neus wil echt gewoon letterlijk niet uitblenden. Oké, jongens, dit gaat hem echt niet worden. Ik moet even mijn spons gebruiken. Op mijn neus blenden het gewoon letterlijk niet uit. Het is dus juist fijn dat het een beetje product oppakt. Tenminste in mijn geval. Ja, het geeft inderdaad meer dekking omdat het niks oppakt. Maar vind ik het fijn? Absoluut niet. Het kost me ook echt meer tijd. Ik heb ook het gevoel dat het helemaal niet mooi is ingeblend. Zo met de spons is echt veel beter. Oké, ik ga even wat poeder aanbrengen op mijn gezicht en contouren. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, de volgende make-up hack is een hack die ik al heb zitten in mijn standaard make-up routine. En dat is tussendoor fixing spray sprayen. Super belangrijke stap. Ik doe dit één keer. Sommige meiden doen het echt iedere keer nadat ze poeder hebben aangebracht. Maar ik breng gewoon mijn base aan, mijn contour, mijn foundation. Allemaal poeders en zo. Mijn bronzer blush en zo nog niet. Maar dan doe ik al tussendoor fixing spray sprayen. Ik spray altijd MAC Fix Plus. Deze vind ik heel erg fijn omdat hij heel goed hydrateert. Voor deze stap moet je echt een spray gebruiken die echt je gezicht een beetje zo nattig maakt. Anders heeft het niet het effect die het moet hebben. Want wat doet dit nou precies? Dit haalt het poederig helemaal weg. Ik zie ook nou hier zo bij mijn neus dat het een beetje poederig is van alle poeders die ik heb aangebracht. Ik heb een normale tot droge huid. Dus mijn huid wordt een beetje droogachtig. En wanneer ik dit spray, dan smelt alles helemaal mooi in elkaar in. En dan ziet je make-up er veel beter uit. En het lijkt alsof je minder make-up op hebt dan dat je echt hebt. Dus dit vind ik echt een belangrijke stap. Ik doe hem ook echt altijd. Spray eventjes minimaal één keer tussendoor wat fixing spray naar je poeders. Ik zie nu ook echt gelijk dat heel dit poederige op mijn neus gewoon helemaal weg is gegaan. Echt, dit is zo'n belangrijke stap. Maar echt mensen, het is echt belangrijk dat je een spray gebruikt die je gezicht nat maakt. Anders gaat het geen nut hebben. Oké, dan heb ik ook nog wat hacks voor ogen. We gaan zo meteen verder met gezicht. Maar we gaan nou even overstappen naar de oogmake-up. Een van de hacks die denk ik al wel bekend is bij een heleboel van jullie. Is je kwast vochtig maken voordat je ingaat met een glitter oogschaduw. Of een glanzende oogschaduw. Omdat je kwast dan nattig is, brengt de glanzende kleur veel glanzender en heftiger aan, zeg maar. Dit doe ik sowieso altijd standaard. Maakt niet uit wat voor paletje ik gebruik. Als ik inga met een glanzende oogschaduwkleur, maak ik mijn kwast altijd van tevoren nat, want dat maakt echt verschil. Ik ga even inzoomen op de ogen, want dan kan ik het jullie goed laten zien. Oké, we zijn lekker ingezoomd. Ik ga even een mooie glanzende kleur aanbrengen op mijn ooglid. Ik gebruik dit kleine paletje van Elf Cosmetics. Dit is het Elf Bite Size paletje in de kleur Cream and Sugar. En ik ga in met de glanzende kleur hier. Deze ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. Ik ga deze oogschaduwkleur hier aanbrengen met gewoon een droge kwast. En hier ga ik het aanbrengen met een natte kwast. En dan kun je heel goed het verschil zien. Nou is mijn kwast gewoon droog. Dus ik pak gewoon een beetje van die oogschaduw. Je kunt het ook gewoon altijd aanbrengen met een droge kwast. Maar als je het gewoon iets heftiger wilt hebben, maak dan gewoon je kwast nat. Oké, kijk, nou is het hier aangebracht met gewoon een normale droge kwast. Heel erg mooi, maar niet echt super heftig of zo. Ik ga nou mijn kwast nat maken met fixing spray. En dan die kleur opnieuw oppakken. En nou breng ik hem hier nat aan. Kijk even dit verschil. Je ziet al gelijk dat het hier echt heftiger is dan op de andere kant. Het wordt ook iets meer een beetje folieachtig of zo. Oké, jongens, kijk, dit is nou het verschil. Hier is hij dus nat en hier niet. Deze kant glanst nou echt wel een stukje meer. Het verschilt ook vaak per oogschaduwformule. Sommige formules pakken echt nog beter op als ze nat zijn en sommige iets minder. Maar dit pakt zeker wel anders op. Kijk het verschil met hier en hier. Het is hier echt wel een stukje heftiger. Dus maak altijd je kwast nat als je ingaat met een glanzende kleur. Ik ga nou mijn kwast weer nat maken en het dan ook hier aanbrengen. Dan heb ik een hack voor eyeliner. Ook dit is denk ik wel een best wel bekende hack. En dat is een plakbandje gebruiken om te helpen met de strakke eyeliner maken. Winged eyeliner maken blijft altijd voor iedereen nog wel een struggle. Ik ben er best wel goed in omdat ik die echt al jaren bijna bij elke make-up look maak. Maar het blijft altijd een beetje moeilijk om het mooi strak te maken. En plakband kan jou hierbij echt heel goed helpen. Dat is echt een hele goede manier om het te gebruiken. Niet eens per se voor beginners. Ook gewoon om het gewoon wat makkelijker te maken voor jezelf. Als je toch een beetje er normaal een beetje lang over doet. Zo'n stukje plakband.
plakband helpt je echt om het gewoon zo bam in één keer mooi strak te maken. Dus dit ga ik ook doen. Ik pak een beetje plakband. En dan plak ik het hier vast. Plak het wel goed vast. Want dit gaat bepalen hoe de wing gaat lopen. Dus plak hem wel een beetje zo hoog. Ik maak altijd een soort van lijn in mijn hoofd. Vanaf mijn neus naar hier zo omhoog. En dat is dan ongeveer hoe ik hem wil hebben. Dus zorg er wel goed dat hij goed plakt. Want als dit los schiet terwijl je het aan het doen bent, dan wordt het echt een bende. Ik gebruik deze zwarte NYX Cosmetics Liquid Eyeliner. Deze vind ik altijd heel erg fijn. Nou, en wat ga je dan doen? Je maakt gewoon letterlijk een lijn op de plakband. Je mag gewoon over de plakband gaan, want daar is hij voor. Want als je straks de plakband weghaalt, dan zit daar sowieso niks op je huid. Kijk, nou is hij helemaal gemaakt. Het ziet er allemaal super scheef uit, maar als je het weghaalt, is het mooi strak. Tada! En wat je dan nog kunt doen is een beetje bijwerken als je hem niet perfect vindt. Of je laat hem gewoon als hoe die is. Dat kan ook. Ik ga hem nog wel een klein beetje bijwerken om hem nog mooier te maken. Dan heb ik ook nog een hack voor de wimpers. Deze vind ik een beetje apart, maar één van jullie gebruikt vaseline als mascara. En de hack houdt in dat je je wimpers krult en dan een beetje vaseline aanbrengt. En het dan is alsof je mascara op je wimpers hebt. Ik weet niet echt hoe dat gaat werken, want vaseline is gewoon doorzichtig. En ja, dat maakt je wimpers dan niet zwart of zo. Dus ik weet niet precies hoe dit werkt. Maar goed, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb een wimperlift gehad, dus mijn wimpers zijn al gekruld. Ik heb niks op mijn wimpers. Er zit wel een klein beetje van die eyeliner op, maar voor de rest niks. Dus laten we het gewoon proberen. Ik pak gewoon met een spoolie een klein beetje vaseline. En dan ga ik daarmee over mijn wimpers. Oké, nee. Het enige wat er gebeurt is dat mijn wimpers helemaal zo viezig aan elkaar gaan plakken en alles. Dus nee, ik wist het al wel, maar ik wilde het toch gewoon proberen. Maar dit is echt helemaal niks. Ik snap niet hoe je dit doet. Nee, het is absoluut niet mooi. Ik ga gewoon even in met mascara. Nou zijn wel mijn wimpers helemaal zo viezig en plakkerig. Wat een gezeik. De mascara die ik gebruik is de Sky High mascara van Maybelline. Kijk even hier hoe mijn wimpers nou helemaal aan elkaar plakken. Dit komt dus echt door die stomme vaseline. Oh my god. Oké, daar ben ik weer. Ik ben klaar met de ogen. Ik ga nou verder met mijn gezicht. Nou is het tijd voor bronzer, blush en highlighter. Dat zijn de enige drie dingen die nog missen op mijn gezicht. En een van de make-up hacks was om eerst blush aan te brengen, dan highlighter en dan pas bronzer. Ik begin altijd met bronzer, dan blush, dan highlighter. Dat is altijd de beste manier in mijn ogen. Maar ik ga gewoon eventjes deze manier gebruiken. Dus eerst blush. Ik ga deze fel roze blush gebruiken van Make-up Studio. Dit is kleur nummer 48. Dan is het tijd voor highlighter. Ik gebruik deze van Maybelline, de Face Studio Chrome Highlighter in de kleur 100 Molten Gold. En dan nu pas bronzer. Ik ga deze MAC bronzer gebruiken in de kleur Give Me Sun. Een van de fijnste bronzers ever. Maar wat het probleem nou een beetje is. Nou ga ik de bronzer helemaal aanbrengen. Maar dan gaat het toch de blush en de highlighter een beetje verbergen ofzo. Maar ja, whatever. Ik ga het gewoon doen. Ja, kijk, nou is de glow hier helemaal weg, omdat die bronzer er helemaal overheen is gegaan. Ik denk dat het toch beter is om te beginnen met bronzer. Ik denk dat je de blush en de highlighter wel gewoon kunt omdraaien. Maar de bronzer pas als laatste doen lijkt mij niet zo handig, omdat je echt gewoon alles verbergt. De blush niet. De blush is op zich gewoon nog wel echt gewoon te zien. Maar dat komt ook omdat ik de blush echt een beetje hiervoor aanbreng en bronzer meer hierachter. Maar hierachter is wel ook waar de glow zit. Dus die gaat dan wel een klein beetje weg. Dus ja, het kan wel, maar weet dan wel dat de glow een beetje weggaat. Ik vind, denk ik toch, manier iets beter. Eerst bronzer, dan blush, dan highlighter. Ik ga eventjes weer een beetje die highlighter een beetje zo terugbrengen. Dan de lippen. De lippen ga ik ook een beetje anders doen, want iemand zegt ik doe meestal eerst de lipstick en dan pas de liner om het strak te maken. Ik doe het echt precies andersom. Ik begin altijd met lippotlood en dan kleur ik het zeg maar in met lipstick. En af en toe ga ik dan alsnog daarna nog weer in met lippotlood om het een beetje strakker te maken. Maar zij begint dus echt letterlijk eerst met lipstick, dus dat ga ik ook proberen. Ik ga in met deze matte liquid lipstick van Ofra. Deze is in de kleur Aries. Aries of zoiets. En dan ga ik in met Sowar lippotloodje van MAC. Nou, dit ging op zich gewoon echt helemaal prima. Ik denk dat ik het toch alsnog fijner vind om te beginnen met lippotloodje. Omdat ik dan beter zie wat ik doe en beter een ombre effect kan maken. En als ik het dan niet strak genoeg vind, dan ga ik achteraf alsnog gewoon voor een tweede keer in met het lippotloodje. Maar zo is het ook gewoon prima. Dit ging echt helemaal prima. Niks op aan te merken. Dit is ook gewoon een manier van lipstick aanbrengen. En dan als laatste hack. Als je geen fixing spray bij hebt, gebruik haarspray. Dit is echt een hele oldschool tip. Dit deed men echt toen fixing spray nog niet eens echt een ding was.
was. Toen er nog niet heel veel van waren. Echt 10 jaar geleden of zo. Gebruikte heel veel meiden haarspray om gewoon de make-up echt te lokken. Het werkt wel, soort van. Maar het is absoluut niet geschikt voor je gezicht. Haarspray is super agressief. Er zitten ingrediënten in die je echt alleen maar wilt hebben in je haar en niet op je gezicht. Dus raad ik het aan, absoluut niet. Heel veel meiden kregen er ook puisten van, acne en zo. Het helpt wel oprecht met je make-up langer op je gezicht blijven zitten. Omdat het dus echt die houvast ingrediënten heeft. Maar het is gewoon echt niet goed voor je gezicht. En echt die geur. I cannot handle it. Maar ik ga het gewoon alsnog doen. Wow, ik ga stuk. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren al jullie make-up hacks. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en er eventueel ook echt iets aan hebben gehad. In principe zijn alle hacks best wel gewoon goed gegaan. Er zat niks bij waarvan ik echt denk... Ja nee, trouwens, er zat wel iets bij waarvan ik echt denk het is slecht. En dat is de vaseline hack. De vaseline op de wimpers, nee. Dat is voor mij echt een no. No. Voor de rest was alles gewoon best wel gewoon oké. Jullie hebben mij echt best wel goede make-up hacks en tips gegeven. Dus dankjewel daarvoor. Als je in het vervolg graag wilt meedoen met dit soort video's, volg me dan op Instagram. Want daar stel ik altijd alle vragen omtrent YouTube video's en zo. Wow, mensen, die haarspray in mijn gezicht is echt een beetje heftig. Heel de geur zit gewoon helemaal in mijn neus. Ik denk dat ik die hack ook niet aanraad. De vaseline hack en de haarspray hack, die twee raad ik echt beide niet aan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!